Welkom bij de making of de Sinterklaasfilm. Het is hartstikke leuk hier. Ik heb een heleboel pieten om me heen. En ja, kijk maar. Set. En actie! Hoi! Lokale schoolkant. Ik zou jullie graag wat vragen willen stellen. Hoe bevalt het nou om als jongste Pietjes in Nederland te zijn? Pedro, Pascali, jullie eten is klaar! Juffrouw, wie vraagt ons? Zo krijg ik dus nooit mijn schoolkampioen. Hey Rolf, jij kliertje. Ik vind het wel helemaal te gek om met jou samen deze film te spelen. En ik hoop tot snel. Ralf lijkt wel zo'n leuke jongen, maar het is gewoon een heel vervelend schoolkrantventje. Eigenlijk een beetje een kliertje. Kijk, we zitten hier op de set van Sinterklaas en een raadsel van 5 december. En we zitten hier gewoon naast Ralf. Dat klopt. En het is hartstikke gezellig. Ja, dat is het zeker. Zeg, kun je aan iedereen vertellen wat je nou precies doet hier? Ja, ik ben Michiel. Ik speel de rol van een hele irritante schoolkrant-interviewer. Een irritante? Een hele irritante. Maar dat is toch hartstikke moeilijk? Nou, ik denk dat ik best goed irritant kan zijn. Maar? Ja, ik denk het wel. Ja, jij bent toch altijd zo'n lieve jongen? Hè? Ja. Ja, okay. Ja. Zeg, maar wat houdt je rol precies in dan? Nou, ik wil heel graag Sinterklaas interviewen. Oh ja, leuk. Alleen dat lukt niet helemaal. Oh. Alleen ik zorg ervoor dat dat misschien toch gewoon gaat lukken. Oké, ja. Ja. En ga je ook nog wat zingen? Ik ga misschien wel wat zingen. Echt waar? Ja. En mag dat al bekend worden? Ik zou nog niet zo heel hard op zeggen. Dan verklappen we dat toch niet, hè? Sst, allemaal. Niet verklappen, hè? Nee. Juffrouw Pita, we zijn weer op de filmset. Wat vindt u ervan? Nou ja, feest der herkenning, hè? Dit is geloof ik de 5e film dat ik erin zit. En dat kan ook bijna niet anders, want de rechterhand van Sinterklaas, de organisatrice over alle pieten, ja, dan moet je er zijn. Eigenlijk wel. En Ralf, jij bent er deze keer ook bij. Ja. Hoe vind jij het? Hartstikke leuk. Ik mag de hele dag Juffrouw Pita lastigvallen. Dus ik heb een hele leuke rol. En ik heb gewoon echt heel veel lol op de set. Hartstikke mooi. Dan zien we ook nog Frans-Duits. Ja, spannend. Voor de eerste keer zo. Mijn eerste filmdebuut. En ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ik ben erg blij dat ik eraan mee mag werken. En ja, Sinterklaas is toch altijd iets van mysterieus en toch nog net echt. Dus ik ben blij dat ik erbij mag zijn. En hij speelt goed, jongen. Zo. Fantastisch. Zeker. Wil je nog iets zeggen naar jullie fans? Kom allemaal alsjeblieft kijken naar Sinterklaas en het raadsel van 5 december. Zo is het. Pardon? Niets aan toe te voegen. Minder. Hey, Ralf, wat heb je daar? Who let the dogs out? Who? 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 Who let the dogs out? Who? 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 Oké, yes, we kunnen het even doen. Juffrouw Pita, op de Sinterklaas set, we zijn weer op de film. Wat vindt u ervan? Nou, voor mij is het natuurlijk een feest der praten. Kijk, in de camera met hem. In de camera. Ja, in principe, ik sta naast hem, dus ja, we kijken hem maar aan. Ik pak hem helemaal op. En je bijna de sloot in. Nou, zoiets, ja. Ik zag het. Ik denk, wat zit Piet nou allemaal te doen? Ja, begint hij op die bol te zitten of zo? Ja, dat... Ja. En die eend hoorde je net in het begin... Ja, ik zat net te denken. Je bent toch wel een klein kliertje? Maar toch ben je wel lief, hoor. En je doet het hartstikke goed. Hey, sorry.